Anders terug? Nee, dank ik zie morgen. Als je nog ompraat. Als je nog daaruit. Dat is je schat dan breed is. En wacht. Ja. Zal die 170 moeten komen. Die ben ik. Ik is niet bang, niet, man. Ik had niet van bang, niet, man. Ik praat van panic. Ik ben niet van gisteren af. Vassen. Zeker. Zweep je klaar. Kom, partner. Kom. Ja. Weet, ik denk enige ouwe met een lapje op zijn rug uit de vliegtuig en spring een stap op. Je moet proberen. Is goed voor je zinnen wees. Nou, ek. Mijn mama is te lief in mijn leven. Met duim van zijn ik wil hem niet opgenissen, vlieg. Man, ik geniet het. Thank you.
jy ry man, Walter? Ry man. Is het allemaal geskrik? Wat is er met jou? Is nou voorbij? Pas. Is die eerste keer dat ek ook vrijval doen? Maar is nou niks. Jy is allemaal mal oor Doc Simon. Allemaal freak uit oor Doc Simon. As jy wil, ek weet nie wat pes jy om so. Ek pes om. Ek denk dit is een bykie van een bitterbek is al. Sy ook vrou jou so gedrop het, is jy net so bitterbek? Want sy het hem nie gedrop nie, sy het net vir al familie in Tel Aviv gaan kyk. Dis al al die Israelite doen het. Niet zelf, sy kom hier terug. Wie weet, miskien bel so. Dr. Simon Kellerman, asseblief. Dr. Kellerman. Simon, hoe gaat het met jou? Zelda, waar is jy? Tel Aviv. Simon, ik heb een beetje geld nodig. Voor wat? Voor koers, voor kleren, voor hotel. Dan moet ik nog jou wegloopreis subsidiëren ook. Dat gaan Polanski vir jou betaal as jy jou liefhet. Maar ek het regtig die geld nodig. Oh, jy het geld nodig. Kom jy terug nie? Oor my dooie lichaam. Oké, oor jou dooie lichaam. Groetnis vir Gein. Morgen. Slechte naweek gehad, op. Hier is die sy, meneer Koetsie. Moet sê, jy is mal oor die klasse kennis van kliniese sielkunde. Verlaat van. Pla iets jou, meneer Kellerman. De ma. Stap, hè. Mevrouw Boshoff. Hoekom geloop jy nie iets anders dan sielkunde nie? Eers die onderscheiding te kry. Deesdae is dit 15 en 20 en vandag 18%. Wil jy nie leer nie? Ek dink daar is 'n verklaring daarvoor. Meneer Kellerman, ek glo nie ek met jou gepraat nie. Van Merwe. Hubert. Julie, luister Tali. Net omdat ons familie is, moet jy nie dink ek is bereid om my studente met jou te bespreek. Sy is my meisie, man. Het dit iets te doen met de akademische prestaties? Wat het onder gaan we jou aan vandaag? Ja. Oké, okay, zie, zo voel zal ik je met jou praten. Je is een brak met een gaat. Tel je woorden, Larry. Tel je woorden. Je weet hoe moeilijk het is. Zeg je zeg. Als ik Zelda was, het ek ook gelukt. Luister, Larry. Ik is niet bereid om Zelda of Julie verder met jou te bespreken. Moet ik dit voor jou zeggen? Je hebt de afkeer mee omgekomen. Waar ik weet wat er dan goed gebeurt. Maar als jij bij confrontatie zit, nee. Die koffiedrankje is wel daar. Ik was gisteren heel erg op een trip en ik heb net niet goed gerukt. Jullie kiezen nog op een conveyorbelt vandaag. Zeker maar net in mijn dag. Ik zie niet de derdejaars is ook zeer veel. Julie Bos of zijn oogjes is dan met pik. Ze heeft weer een toets gedopt. Ze heeft daar Engelse toets bij mij ook afgetrokken. Je wordt wel in je verbeelden. Simon is van eerst alleen benauwd en weet er niet van waarom niet. Ja, maar ik pik op mij en ik pik op haar. Er is nog genoeg van zijn nonsens gehad. Het is niet een... En Simon verkeerd gelopen. Voor het duivel is nu aan die gang. Ik moet pa met papa omvraag. Dus hij moet van dat het niet echt. Dat is niet met anybody. Dat is jij ook. En je bent er hier dan gerecht, want dat is nu de twee. Hij is mijn broer. En daar is dit een beetje. Morgen.
Maar ik verstaan je weer van Julie Bos of wat toch? Wil je weer naar jou toe gaan? Is jullie mij verskoon? Ik heb nog een klas. Ja, vraag stel zien. Nee. Nee, ik zie maar niet. Luister, Michal. Als je mijn werk wil bevraagd, ik moet niet in je pad stellen. Jij ziet de kans van die faculteit, je kan doen wat je wilt. Simon, ik wil niet meer argumenteren. Ik weet dat die dingen Zelda is bezig om je zenuwen te luister, man, ik wil niet over Zelda praten. Ze is mijn vrouw, dus mijn huwelijk is mijn private bezigheid. Ik praat niet over. Die ding is bezig om je werk te affecteren. Die studenten praten allemaal. Die is zo geduldig, je sarcastisch. Soms zei je niet Wally praat over en je zei mooi. Dat gaat over jou, dat gaat niet over jullie bos of. Dat is waar alles begint, dus niet. Nou goed, kom ons praten. Er is op je opgekomen dat er daar iets verkeerds met haar. Wil je die haar? Ik krijg je onderscheidings. Die haar top zijn. Jij is een zielkundige. Zeg het niet voor jou iets. Luister, Michal. Het is jouw ziens. Jij is ook een zielkundige. Hoe kom los jij niet haar problemen voor haar op? Ik zie je biechtvader. Hallo Wally, toch dan jij kom je vandaag bij de huisie. Ja, wij kunnen jullie zo gaan flikken, maar ze is de huis toe. Ik veel kom iets maar. Nou, hoe sterk voel je nou wat die Julie meisje kent, Wally? Ik kom vrouw maar niet zo. Vrouw maar niet? Ik ken van Maas, maar als we iets vragen, dan steek daar weer iets achter. Er zijn er weer niet goed genoeg, niet wat? Pasen, vraagmotor, bestuurder. Nou, waarvan? Niks daarvan niet. Ik noem het maar niet voor jou. Nou, dan noem het maar niet. Noem het maar niet voor jou. Nee. Dat is het zelf gezien hoe die dag haar pa kan gaan werken, ook niet. Maar wat is haar pa met die zaak te doen? Dus zeg maar nou dit. Hou jou in, Wally. Is het nodig om... Weet maar wat ma is. Ma is een snap. En dat ik dit van ma sê, echt gaan met haar meisie trouw. Ik weet niet of ma het verstaan nie, maar ek is lief vir haar. Soos ma nie van haar hou nie, dan is het nou maar net bad luck. Praat, brief. Kom, draf zo, laatste rond. Ik wil niet verskoning vragen, dok. Ik kon niet helpen met Walter met zijn pa gaan praten. Denk jij, ik ken hem nog niet. Maar, ik is ook jammer voor ochtend. Ik heb niet bedoeld om je te beledigen voor allemaal. Ik, sorry, het maar. Zo zelfs liever voor jouw probleem. Probleem? Zien dat je familie gaan worden, dan is het gerust dat we praten. Mensen doen niet zomaar even schrikkelijk zo vlot, vooral niet jij niet. Was je al ooit alleen, Dok? Hield hem al alleen. Ik is jammer. Ik is helemaal niet jammer. Julie. Als gewone mensen in het leven, als speciale mensen. Jij is een van die speciale mensen. Ik wil je graag helpen, zeg. Ach, ik kan niet slapen. Ik krijg diezelfde droom oor en oor. Droom ik val. Het is al zo erg, ik wil niet gaan slapen. Ik wil niet doodgaan, niet ook. Weet je waar die droom vandaan komt? Die is laatst jaar dood. Ik ben van een krans afgevallen in die Drakensbergen. Ik heb hem gedaag om te klimmen. Hij was amper boon, toe glij sy voet. Heb je al met iemand daarover probeer praten? Pa was bijna van zijn kop af. Van toe af praat hij niet met mij. Praat hij niet met jou? Sê hallo en tot ziens. Geef mij die brood en zal wat het blijft. Zoveel dingen naar je huis is wat niet gezegd worden. Dingen wat ik je van weet niet. Je weet niet hoe dit is in haar huis. Nie. Ik zweer, ik kan het niet meer vatten. Nie. Zal je omgeven als ik met haar probeer praten? Nee, alsjeblieft, moet niet. Je kan niet zo aangaan, niet. Ik weet niet wat om te maken, Dok. Ik wil je graag helpen. Ik heb
beloof ik, zal het niet veel moeilijker maken. Schoon, meneer Boshoff, waar is hij? Dank u. Meneer Boshoff? Ja? Dr. Kellerman van de universiteit, die dochter loopt in mijn klas. Ja? Kan ik hier een ogenblikje spreken, ziet hij dit? Wel, ik is nooit een job, ik kan niet om hier praten met leer. Maar het gaat over Julie. Wat van Julie? Ons kan ik hier praten, die kan ik hier bij de huis komen bezoeken. Ons brengt je niet verlast, maar je zit meer aan die bar, krijgen we die hotel. Jeff. Jullie gaan direct van jaar, was dan iets drastisch gebeurd. Wel, dan zijn vandaag klaar in de universiteit, dat moet eigenlijk niet zo op de mos nemen. Ze is zo makkelijk. Weet u wat zijn problemen heeft? Ja, wat zijn problemen kan zij hebben. Ze draagt maar een kop, ik zal vast zo. Om verwijt haar voor je zin te doen. En zij wil het op Larry's door eens lopen vandaag. Zeg niet dat ik nog blij die stories vertel, ik hou me net met mijn hoek op, dat is al. Maar elke dag met jou te zetten voor niemand anders dan die man hier. Oom, luister. Luister eens. Luister, voor die al jullie net mijn familie zijn zakken heet, ik heb niks voor je te zetten. Maar luister, oom, verwijt te gaan en jouw zoon weer terugbrengen. Houd jij jouw bek van mezelf. Oom, jij hebt twee kinders gehad, dat jij één hoort. Betekent dat niet jou iets? Ik heb nooit twee kinders gehad, nee. Dat heb nou in jouw kop gekomen. Zeg zomaar een dat is mijn kind. Luister om, ik wil niet met jouw familiezaken in mengen. Maar jullie gaan weer een moeilijkheid. Zijn hulp nodig. En ik? Wat voor mij? Dat jullie, ik kan ook daar moeilijke tijd in. Ik kan als je van mij ons twee was zo, van die eerste lukken zien het. En waar zijn nou? Doe ze mij, waar zijn nou? Waarom, het was een ongeluk. Ongeluk, zo'n gat man! Zit hem aangeluid! Wat bedoel je? Brie, ik wil je dat vertellen. Zij was jaloers op hem. Zij heeft gewettig gedaan, of niks hebben ze beter maar als zijn in zijn waarheid. Zo gelukkig zo gaat, man. Kup, is jouw mama? Proef, antwoord je niet telefoon. Hallo? Ja? Hallo, mama. Hallo, mama. Ik draai mijn frokkie, man. Ja, ik draai mijn frokkie. Ja. Ook zeer, ja. Ja, mami, ik drink mijn medicijnen. Ja, goed, ik zal kijken. Laat Simon niet mijn sokjes draaien. Ja. Goed. Oké, zoentjes. Tada. Wie oud is ik dan? Maria, hoe dit toch gegaan met die meisjes en papi? Dat is een glas bier van me. Ja, ook hoor. Zo maar. Ik wil dat zien. Partner, ik weet het nog niet, maar je zegt het niet, maar... Denk je niet, wat ik ga je ophangen als je eet van die karren met zijn meisje? Ik karren niet met zijn meisje, niet, man. Ik zit zielkundige. We laten het daarop. Shit. Nee, ik vraag maar niet. Shit. Al wat ik vraag is, kom niet samen. Dus jij of Doc Simon hoeveel kan jullie die dag doet van wel echt niet ver, baie ver weg is. Maar jij hebt niet geschrikt uit dag met Doc Simon. Ja, ik heb geschrikt. Maar ik is ziek en sand van mensen bij die wereld of wij zo braaf van is. En ook niet blij dan. Dank je, sand. Juffrouw Boshoff. Goedemiddag. Goedemiddag. Juffrouw, kan ik hier spreken over haar verraad van gisteren? Zeker. Het is niet weer een verraad nie. Simon wil je graag zien. Zo als je na het klas zo draai je kan maken. Dok! Ik
was bij je pa geweest. Dan denk je beter hoor wat gebeurd. Help mij niet meer, Dok. Ik ga bij een ding doen. Vergeet het, je gaat niet doen. Ach, Dok. Niks zal van. Luister. Die nachtmerries van jou. Het is een soort van vertraagde skok. En hoe langer je daarvan weghardloopt, hoe langer is het dan? Want je nog boven op een hoogtevrees op ontwikkel. Kan is die wat je na die dag hysterisch geraakt op je vliegveld? Ik hou die vliegveld. Ik hou dit als jullie springen. Alsof ik elke keer samen met jullie daar boos. Alsof ik zie dat jullie val. Luister, Julie. Als je vrouw om samen te komen, zal je samen opkomen in de vliegtuig. Ik? Je weet, alles lijkt baie erger van de distantie af. Als je eerst daar boos, dan lijkt het anders. Je weet, je denkt van je pa, dat is niet veel wat misdaan kan doen, maar je hoogtevrees is iets anders. Je moet het proberen. Ik ben bang, toch? Ja. Wat ging voor je pa zijn? Hij skaapt om te vraag. Kom eerst dinsdag terug. En nou? Hallo, Walter. Ik wacht mijn as af van jou en alles wat komt is jij. En wat maak jij en Simon weer bij elkaar? Gepraat. Gepraat, over wat? Sommer. Walter. Walter! Is daar iets tussen jou en Simon aan die gang? Is jy mal? Nee, ek is nie mal nie, ek is ook nie blind nie. Jy het gesê jy gaan gister huis toe, toe gaan ontmoet jy hom op die atletiekveld. Ek wil weet wat aan die gang is nou. Walter. Moet ons altyd beklei as by mekaar is. Is jy ek wat skoos? Is jy wat allerhande dinge dink wat jy... Wally, asseblief. Angola het jou verander, het ek nie. Wat het Simon jou vertel van Angola? Simon? Wat het Simon daarmee gedoen? Wat het hy gesê? En nou Walter, jy maak my seer, man. Wat gaan aan met jou? Ek vra jou onskuldige vraag en jy gaan af te zaal. Hy iets gesê het, dan lieg hy dit, hy lieg dit. Walter, waarvan praat jy? Walter! Walter! Wat het gebeur? Wat gaan aan met jou? Niks. Niks is somme... Goed, wat men senuweeachtig maak. Wie is bos of? Ah, hoe gaat het, Onoi? Op pad huis toe, hè? Ja, ja, maar dat is mooi. Zeg mij. Daar zit ook zo'n broekje met jem daar bij die huis voor een hongerdienaar van ons lieve heer. Nee, natuurlijk, Domini. Waar kom je nou vandaan? Ah, van die tettersols af. Dacht, die verzoeking was groot om een randje te spelen, politician. Maar toen loopt staan en herken je van die boekjes mij, toen bid ik maar voor die oude spelzondags. En jullie, weet zij nou? Hoe kan ik hem vertellen? Vooral naar de taxi verbitterd is die nou. Arme kind, misschien moet jullie maar van haar van jongs af gesê het, sy is nie jy waar jy kind. Sal een groot is dan vat, het so hard. Ach, Onoi, bietjie melkjes as ek die vrouw is. Hallo, Bans. Hallo. Hallo, Kermie. Hallo, Klinde. En hoe gaan we die ou baas heen? Soos jy sien, al verder. Sal maar sukkel gaan om by die poorte in te kom. Ek sien so. Nee, ek hoor jy staan op trouw. Nee, dit nie, daar is nog baie water in die seelik. Ach, nou, hoe kom dan? Is Walter dan nie? Maak my bang betekken. Sê jou wat, bring om sondag saam jou kerk doen en slat ek om wagen van die kans al ek met die tekst ver. Hoe! Dam skielik, een oomlik weier jy en die volgende oomlik bel jy my en sê ek my jy kom haal. Wat het oor jou leven geloof? Ach, sluit my nonsens te los, is al. Ja. Julie. Ik weet dus niet recht van die intent. Nee, Walter. Hoe kom niet? Ik weet niet wat om te zien. Ik weet niet wat die rechte ding is. Nie. Maar ons gaan toch trouw?
ons nog nooit daar gepraat. Maar jij het geweet en ek het geweet. Hallo. Ja, ik heb groot bezigheid afgaan. Groot bezigheid. Hallo, Doek. Hallo, Julie. Je bent hier gekomen. Is het gezegd, zal kom. Ons verloof. Geluk. Dank je. Jouw groep is volgende. Is eigenlijk niet van beter geweten. Laat ik nou gesweer dat iets baie snaaks nou tussen jou en Simon gebeurt. Wel, is dit nou niet die mooiste meisje op je campus is? Hallo Doc. Ik hoor die gaan een flip samen vatten. Beloof, geen tricks nie. Ek sal geen onder die drade deur nie. Niks loops nie, niks. Dankie, maar ek sê eerst dat ek dink. Sê maar as jy reg is, ek gaat net vir die ander klomp afgooi. Lekker vlieg. Dok. Sit. Jy het nie goed afkry. Ek skaal my voete van my lyf af. Het is een fiasco, is het niet? Verloven? Er is niks, nee. Graag mij, ik zal drie keer verloof. Je grap daarvan maak niet, alsjeblieft. Stap zo. Ik ben goed in die kar gaan zitten. Ik weet niet of ik met Walter kan terug. Hij maakt me bang voor die keer. Ik weet niet eens of het lief is voor mij. Wil je weer vinnig uitvinden, dan? Je weet. Die probleem met de verloving is dat een mens zo makkelijk in een huwelijk kan zijn. Zomaar net zo. Wens betekent dat kom met Walter zo makkelijk praten met jou. Het is af jammer of zo ver uit elkaar geboren. Of zo'n goede span uitgemaakt. Ik heb ook al langer gevonden. Maar die gedinkt u die rang zien. Ook was je niet. Het afschuwelijk gekomen. Als Wally, een stap zo doen. Dok. Denk ik snel recht. Ik zal samen opgaan in de vliegtuig. Ik zal wel te vrouw om samen te gaan, als je meer zelfvertrouwen geeft. Jij? Ben je niet samen mee? Nee. Ik heb het niet.
Net je wijn. Wat maak je? Drank. Wat probeer je bewijs? Nut. Zie je dronk? Dronk. Is ik dronk. Kom doen je dit. Wat voel jij? Je weet wat ik voel, Simon. Je dit gezien? Dokter Simon Kellerman, ze dronk ze loor. Wat gaan we met jou aan? Ik spreek jammer voor ons. Hallo, Paps. Zeg maar, maar go. Paps is niet teruggekomen. Waarvan nou? Ik heb nog klas vanmiddag. Het is toch de universiteit geworden met die store werk. Ik wil met de universiteit mijn pa, ik schrijf toets morgen. Is dat nog niet meer argumenteren? Als jij wel loopt, doen ze allemaal zijn geld in met mij. Ik ben het verdomme hard voor mij, hoor. Goeie partner, wat is jullie boos op zijn kus? Ze was nou voor 2 dagen niet meer klaar. Is je zeker? Koos is ik zeker. Hoi. Je ziet mijn meisje. Meester, ik zoek voor Julie. Weet je wat ze is? Ik met haar pa gaan praten, wie? Wat doen zij nu? Zij werken in een bloody stoer. Jij al met haar pa gepraat? Ja, ik weet. En? En niks. Zij komt niet terug. Niet zolang hij iets aan mij te doen heeft. Simon, je los haar uit. Je hebt niks met haar te doen. Nie. Julie? Hallo, Simon. Kom je gezellig. Ik zit met haar op mijn bus. Julie. Dit zal niet helpen, alsjeblieft los het nou niet. Zal jij de rest van je leven niet storen sluiten, moet je mal wezen. Kijk, ik is volgende jaar 21 en kan ik me niet meer doen. Nie. Vergeet het nou, alsjeblieft. Julie, ik kan het niet zomaar zo los. Simon, alsjeblieft. Terwille van mij, terwille van mijn ma. Je kent hem niet. Het was de enige ding, hij bijna voor Walter te lijf gegaan. Hoe meer jullie praat, hoe hardkoppiger wordt hij. Is hij nou bij de huis? Ik weet het niet. Ik heb je ma gaan praten. Simon, alsjeblieft.
Je hoeft niet schuldig te voelen, Simon. Je hebt niet proberen helpen. Ik zal bellen af. Afklim, Simon. Tata, dank je voor alles. Ons is verloofd, Julie. Dit betekent toch zeker iets? Ik is ook niet zeker over ons, nie, Walter. Wees praktisch, Julie. Jij kan niet voor de rest van je leven in die stoor gaan werken. Je kan ook niet nou ophou met je swattings nie. Alright, ik weet, jij denkt trouw is een risico. Maar alles in je leven is een risico, Julie. Dag, Doe. Dag, Oboeda. Is dat fout met die disco? Nee, man. Elke zondagmorgen, als ik bij die 10 geboeien kom, dan schreeuw je die amplifier maar soos een vark met mazels. Zo ja. Wat kan ik voor jou doen, Oboeda? Doe me eens wat Julie Boshoff. Ja, ik weet daarvan. Man, daar is niet eindelijk veel wat ons kan doen. Die Jack Boshoff is anders verschuldigd. Hij vloog niet aan de kerk, hij vloog niet aan de predikanten, hij vloog aan niks. Hij zei dat Julie zijn wegsmet kon doen. Hulle wou een kind aannemen, Jack en Myrna. Het was zo 758 rot. Hulle het oral aansoek gedoen, maar hulle kon nergens geholpen raken. Dat is niet een mooie story in je Oboeda. Ik wil graag woord doen. Hulle toe een meisiekie gekry wat verwacht het. Sy was nogal hier van ons eie gemeente. Het haar toe by hulle in die huis ingevat. En niemand had daarvan geweet nie. Toe sy nou die ou babetjie gekry het toe, gaan Jack en hy loop registreer. Die kind is hy en Myrnes. Dit was nou Julie. Kom, ons gaan soek koffie. Ja, jy weet hoe dit met sulke dinge gaan. Het was nie een jaar nie toe verwacht Myrna haar eie kind. Het is nou die boetejakkie wat laatst jaar daar in die bergen dood is. Julie, Domnie, weet sy daarvan? Nee, jong. En ek eis as ek net daaraan denk dat sy met achterkom. Je weet, van kleins af, van sy gebore is, het Jack gewenst dat het een seun moest gewees. Nou, toe hy sy eie seun kry. Ja, sy is een wegsmuitkind, Boeta. Maar dat Jack Boshoff wat daar weggesmuit het, nie haar eie ma nie. Waar is haar eie ma, Domnie? Daar maak het vanmorgen vertel van Julie en haar pa. Het ek zo gedink as, dat sy dag bij ons kon bly. Ja, ons kon bly? Daar is nog net een paar maanden swat oor in. Dat is ons nou trouw, dan trouw, vergeet het. Ja, maar ma, laat ek jou klaar praat, as nee, ek wil nie na jou luister nie. Sy het haar eie moeilijkheid op haar self gebring, en ek gaan nie nou my huis daarmee onvrug nie. Nee. Nee, maar ma's mama nie wil help en dan doen ek het self. As jy staat maak op die polis van jou, vergeet het hoor. Hy is in my naam, en ek gaan nie dat jy een verdere cent op die meisie uitgee nie. Dis nie die meisie nie, ma, dis Julie. Met wie praat jy? Luister nou mooi na my, sy is minderjarig as jy sonder haar pa se sorg. Met haar pa en ma wil ek niks te doen en hulle is nie ons type nie. En as ek doseerders in my huis wil aanhou, sal ek hulle self kies. Maar ek is lief vir haar. En as sy vir jou lief is, dan sal sy jou nie met haar moeilikheid belas nie. Wie is dit? Ja, wat is dit? Ik heb een experiment. Zelda had gebeld. Van Tel Aviv af.
hoofdlijn, jylle toet. Hoe gekou melk op haar erbij. Wat was sy gehad het? Sy kom terug. Hallo? Hallo, mami. Hallo, mami. Nee, mami, ek het nou groentekies. Nee, nee. Is Simon het vanavond gekook? Skabou en gebakte aardappels en rys en pompoenkoekies. Hai, mami, ons hou nie meisies hier aan nie. Glo mami my nie. O. Goed, soentjies. Tada, mami. Sjoe. Wat is Jelda nou eindelijk gehad? Ja, sy wil met jou gepraat. Wat is sy? Kan ek ons praat? Wil ek sê hoe dis 'n hoofvlug? En moet hy terf chatte, ons nou nie eindelijk. Maar het geklink of sy verlang na jou, vrou gaan en so. Laat my nie meer voorskryf hoe ek my kind moet groot maak, nie door jou nie en ook nie door die kerk nie. Jack, man, kom ons praat nou mooi en billik oor die saak. Billik? Hy tyd ons aansoek gedoen het by die kerk vir die beurs. Hoe het julle doen met jullie waarde, is dit doen billik? Daar was 'n verdienstliker geval. Ons het al van tevore daar oor gepraat en jy weet het, man. Stuur my nie meer aan daar die blerrie mooie praatjes van julle, man. Is alles net mooie praatjes. En dit is iets, toen ons een kind wil aanneem, en jy my gehelp. Hm? Nee, jy het my nie gehelp nie. Ja, ons moest maar zelf een optelkind op zoek. Julie is nie een optelkind nie, Jack. O, sy is nie een optelkind nie. Nou, wat is sy dan misschien? Haar slet van hem aan vir haar weggesmet soos een stuk vloerlap. En ons daar in ons huis genoem is dan groot gemaakt soos eie kind. Zeg. Dink mooi oor wat jy sê. Ek het opgehou dink die dag toe Jackie dood is, het ek opgehou met dink. Hy was my eie vlees en bloed. Dominee, vervloek die dag toe sê jy my eens gekom het. Jack, ek sê vir jou bid, Jack. Vir jou en vir Julie. Man, ek is bezig nou. Loop nou. Ga bid vir jouself as jy nou bid. Verstaan ek nou alles, Simon. Dis bijna verlichting. Misschien moes jy liever met Walter gepraat het. Hy gaan gekrenk voel. Ek weet.
is iets tussen ons, is dat nie. Ek weet het al so lang, Julie, ek wil met jou daarover praat, maar kom. Ek loop al weke lang en dink oor dieselfde ding. Ons is albei maar een beetje verloren op hierdie stadium. Het is bloot natuurlijk dat ons zo tegen elkaar sal voel. Ons moet nie fout maak om dinge as liefde te doen, Julie. Dit is nie. Ek weet nie wat liefde is nie, Simon. Ek weet niet elke dag as ek wakker word, dan wonder ek wat in jy. Jy moet dit vir jouself moeiliker maak. Wat ga je nu doen? Ik weet niet. Ik weet niet. Heb je al met je ma gepraat? Ik slaaf je bellen, Sivan. Nou, wat moet ek nou daaraan doen? Ek sal met jou pa en ma praat, Manny. Julie moet iewers bly. Jy ken my ma, Simon, sy freak uit as ek 'n loseerder in die huis inbring. Ek sal ook nie by julle gaan bly nie. Ek wil nie 'n loseerder wees nie. Julie, wat is dit ons stel? Probeer julle die ding uitpraat. Ek sal met jou pa gaan gesels. Hy weet jou nie gemors op beland het. As hy bek gehoud, was alles al right. Asseblief, ek vra jou niks. Okay. Luister, het gaan al right wees. Ek is seker. Nee, dit moet al right wees. Ek het die minste gedinkie gee om vir my val. Toe sê my nou, wat moet ek doen? Op het geert. Gedink die ring is fout. Nou weet ek dit. Man, jy is ontstel, kom ons praat daar oor. Wat jy praat? Die eerste keer in my leven wat ek jou nodig het, hardloop jy weg. Ek het nie weg hardloop nie. Hoekom het jy met Simon gaan praat, hè? Toe sê my hoekom. Is ek miskien te sleg? Hè? Hè? Julie, ek weet lank al as iets tussen jou en Simon aan die gang. Toe, erken dit! Erken dit! Toe, erken dit! Ja! Wat al van? Wat al van? Jou onmisselike klein slet. Het is net so ver gekom, Wally. Het is mekaar staan en skree. Jy die een wat sê, het my lief. Julie. Van die ring teruggestuur, asseblief. Nee, dankie. Ek is nie. Jammer. Ek het hier meer verloor. Julie, ek is lief vir jou. Ek sweer. Dis dinge wat mens nie kan ongedaan maak, nie, Wally. Ek is jammer vir jou. Jy is 'n goeie mens. Kos word koud by die huis.
Walter! Wat een keer? Niks, ek een keer niks. Hy is nie. Kom maar, ek wil met jou praat. Praat hier eens even praat. Ek wil haar nie van jou af wegvak. Jy klaar, man. Sy het probleme, baie probleme. Ek wil met haar getrou het. Ek het met my ma gepraat, sy kan by ons geblei het en jy het alles gestaan op verongeluk. Jy weet, jy is verkeerd. Kom, totdat jy met haar gat nie kop kan praat. Ek is nie jou vijand nie, Wally. Moet jou help. Ek het nie jou hulp nodig nie. Jy weet jy het. Ek het nie weggehardloop nie, ek was nie bang nie, ek was nooit bang nie. Jy het gedink ek is al lafhart, maar jy is verkeerd. Wacht, je blij. Als je niet omgeen, kan ik voor jullie intrek. Dus ben je bankrot. Ja, besluit wat je gaat doen. Hang van jou of Simon? Julie. Sy is jou dochter, oom Bosshoff, ek kom vry my. Luister hier so, manie, sy is minderjarig, ek sal vir jou laat aanslaan. Oom kan die huis gaan deursoek as oom wil, sy is nie hier. Maar sy het by jou geslaan. Sy het in die huis geslaan. Jy het haar beïnvloed om weg te loop. Sik in jou kom. Wat sê daar? Oom, ek het een sielkundige, ek ken die geval as ek in sien. Jy het gesê, ek is met die moorde. Luister hier, oom Bosshoff, jy is een ou man. Moet net jy seer kry nie, klim in jou trok en ry. Nog niet laat nie met jou nie, mannetjie. Jy sal weer van my hoor. Ek moet sê, Mazeltov. Is sy daar een mooi ou meisiekie? Sy wil weet, ja. Sy is mooi. Is jy lief vir haar? Of slaap jy dan maar net saam? Jammer om jou teleur te stel, Zelda. Dat niks tussen ons gebeur. Natuurlik. Jy weet my sy gloei altyd. Kijk, Zelda, ons huwelik het nie uitgewerk nie. Ons is net bezig om het op te tel waar ons het laatst gelos. En ek maak iets my baie makkelijk. Jy gaan nie hier bly nie. Ek vat jou terug hotel toe. Jy weet ek al nie vir my kan nie. Ah, is jou probleem. Ek sal nie genoeg geld hê nie. Sien, ek sal my gedra, ek sweer ek sal. Ja, Zelda, ek is jammer. Hoi, hoi, hoi. Wat sal die mens as jy is dokter Kellerman sy vrou op straat sê? Alright. Ek sal vir jou hotel betaal. Maar net vir een week, net een week. Jy beter vir jou job sê. Nou maar goed, Simon. Maar as jy dink jy gaan een egskeiding kry met daai ou meisiekie van jou te trou, vergeet het. Ek sê jou naam stinkbank van hier af tot in die Kaap. As jy kan vuil was, goed was in die hof, ek kan ook. Nou jy net eender. Jy het my vir Gaim Polanski gelos. Onthou dit. Hallo, mam. Mijn kind. Kom hier terug. Ja. Daar is iets wat ek wil gaan doen. Op my ma gaan soek. Sy was een retief, my kind. Annette retief. Sy het vir my geskryf, eers gereerd en later al hoe minder. Altyd net om te vrou dat met jou gaan. Laas wat ek vandag gehoor het, toe was sy op Kosmos. Jare gelede vir jy gewerk, jy vir retief.
Anita. O, Anita, kom binnen, kom. Hier is bij de rechte adres. En wat is je naam, juffrouw? Julie. Julie Bosso. Annette is mijn vrouw. Zij is nou hier niet. Zij is dorter. Ik wacht al 18 jaar voor je. Ik weet niet. En ik van je wacht alsjeblieft. Jij kan niet met haar praten. Alsjeblieft. Het heeft mij 18 jaar gevat om haar van jou te laten vergeten. Kan ik haar niet zien, alsjeblieft? Zij is mijn man. Kom. Kom, ik wil voor je iets gaan wijzen. Dis haar lewe, nie. Ons het drie ander kinders. Ek en sy. Niemand weet van jou nie. Net ek en sy. Juffrou, jy is ook 'n vrou. Jy weet iets van die lewe af. Moenie ons lewens kom verwoes nie. Wat? Van my lewe? Gaan jy jou geluk kom opeis ten koste van vijf andersen? Net schat, een patiënt van mij, je vergoedseer. Hoe aangename kennis. Juffrouwtje, krijg nou die prescriptie en dan gebruik je dit, nee? Op schat, kom maar voor ons een lekker kopje thee. Ik klank al geweest dat je het zaak moet.
van nie alleen terug gaan nie. Die lewe sal geen sin hê sonder jou nie. Simon, jy het sy ons al twee vins verloren. Maar het jy met liefde verwar. Die hele lewe het skielik verander. Van die dag dat ek jou vertel het, van my drome, my vrees. Van daardie dag het alles begin verander. Tussen my en Wally, my pa. Net het ek daar by die water sit, toe dink ek, ek is 'n ander mens, Simon. Ek is nie meer Julie Boshoff nie. Ek is eintlik niemand. Dit is nou vir die eerste keer regtig vry voel. Vir die eerste keer. Ek verstaan. Jy verstaan altyd so maklik, Simon. Wat is aan die gang tussen ons, Simon? Julie. Tydig toe jy gevra het vir hoe jy alleen is. Ek wil nie kan besef hoe alleen nie. En ons twee, daar is geen ander uitweg nie. Dis ons levens. Ons moet daarmee maak wat ons goed doen. Ek is lief vir jou, Julie. Voorstel, dis Zelda, Simon se vrou, dis Julie Boshoff. Jy is mooi, Simon het nog altyd goeie smaak gehad. As ek jy mag vra, wat jy gedink gaan jy mee bereik? Ek wou maar net, jy moet kyk na die huwelik wat jy besig is om op te breek. Wat ek opbreek? Steek in jou kop, man. Kom eens ry, Wally, ek het toch regtig nie lus vir 'n sien nie. Ek het nou die meisiekie gesien, dis seker genoeg vir jou. Pesjo, dis achterbakse laf, wat dis vir jy is, man.
En jij? Ik ga blij sommer zo bij ons. Sommer zo! Ik heb nog nooit mijn lieve vrouw gezien wat zo makkelijk bij man gaan leen. Je is een misselijke vriend. Ik wens je versijpen nu maar als van jou je mogelijkheid. Oi, oi, oi. Ik wens ik zo maar net van die aarde af verdwijnen. Jullie als andere mensen en die modder wil goederen, besmeer hulle, niet van jou. Ja, maar het verzeld aan jullie gebring om mij te kom verkleiden. Vergeet niet van hetzelfde. Jy doen vandag die eerste 5 man, hoe voel jy? En nou? Soepieke. Het is lekker, hè? Was je bang? Ik ben nooit meer niet bang. Luister, Julie. Zal je mij vertrouwen al gebeurt wat ook al? Hey, had je zo ernstig? Je pa was vanochtend naar huis. En wil hij je me terugkomen? Kan mij niet doen, nee. Hij kan, Julie. Luister, als hier die dingen op een confrontatie gaan afsturen, jij is die iemand daaronder gaan leiden. Praat met hem, vertrouw ik. Julie, ik wil hier met samenkomen, Julie. Ons gaan niet om te bekleiden. Als hij nog steeds dwars is daarna, dan is het tenminste proberen. Je maakt me bang, Simon. Ik beloof je. Ik zie jou niet dwingen om tegen je zin weer pa te blijven. Ik weet niet. Ik weet niet. Kom eens proberen. Ik heb net om verskoning gevra, meneer Boshoff, van nou die dag. Ik denk als dingen gezegd wat niet van ons bedoel het. Kom maar eens in. Luister man, ik geniet om wat je is, je professor of dokter of wat zit ik ook al niet, maar als zij weer met jou gaan slapen, dan is dat moeilijk en dan gaat het geen antwoord. Dat is zeker dingen wat een mens niet kan afdoen. Ik wil niet meer argumenteren, man. Die kind is minderjarig en zij komt terug naar jullie huis toe. Klaar. Kan niet terugkomen hier in ieder geval. Niet terug. Als jij niet in je vrije wil niet wat terugkomt, he, dan krijg je politie om je terug te brengen. Ooms Lees moet bewijzen dat ze onze kind is. Wat wil je daarmee? Luister, oom, ons kennen die hele story. Julie was bij haar rechte ma geweest. Ik weet nog niet wat soort overtreding jullie gepleegd hebben toen je haar als jullie dochter geregistreerd had, maar dat is een interessante hoofdzaak. Luister eens, oom Mikey. Alsjeblieft. Ik ben niet gekomen om die vete voor te zetten. Ik wil haar. Dat is nog tijd. Ik kan van jullie een kosjes krijgen. Geef haar een paar maanden kans. Zij zal terugkomen naar jullie toe. Check alsjeblieft. Wees verstandig. Dokter Kellerman praat die waarheid. En jij? Wat zeg jij? Wat weet u ook voor? Goed. Goed. En laat ik voor jullie nog vertellen. Als je je voet benaai hier uitzet, dan kom je niet weer terug in het doen. Versta je van mij?
partner as jy dink dis erg, kom kyk na ons. Dan Simon. Waar is Walter? Wat wil je met Walter maak? Ik vraag je een vorige vraag, Michal. Waar is Walter? Ik heb je net gevraagd wat je met Walter wil maak. Ga je mij zelf moeten doen, Michal? Heb je iets verkeerd gedaan? Is er mij een oom? Waar zijn? Ik denk je weer binnenkom. Het nie. Jy het geen bewijse daarvoor nie. Jy my nie wil sê waar hy is nie, Michal, dan bel ek die polisie. Kies wat jy wil doen. My seun is nie een vandalist nie. Ek kan jou paar dinge oor jou seun vertel, Lisbeth, jou haar is laat reis. So hou jy jou mond. Simon, Walter het jou aanbid van dat hy een klein seentjie was. Jy was amper soos broers. As hy het gedoen, wat het verkeerd geloop? Wat het is nie gebeur dat hy so haat? Sê jou mond, Lisbeth. Los wat Julie het hierdie gemond. Ek laat my nie my eie huis vol maak nie. Lisbeth, asseblief, bly kalm of gaan slaap. Simon, het daar iets tussen julle gebeur? Ja, daar het. Maar ek gaan jou nie vertel wat het is nie. Luister, Michal. Ons is broers. Ek is jammer oor hierdie ding. Maar as Wally nie voor morgenoggend by my is nie, dan bel ek die polisie. Dis al. Hy kan. Hy sal ook. Nee, ek zweer is nie, ek nie. Hoe kom hier het gedoen, Wally? Ek het nie gedoen nie. Hoe wat dag wat die mens mee kan weghaardloop van jou daar in die, Wally? Was daar iemand gedink met jou, ja. Lyk my het fout gemaakt. Michal, jy weet nie van Angola nie. Nee! Wat het van Angola? Hoe vertel jy hulle nie, Wally? Ek vertel jy nie, daar is drie van ons ouders dood toe jy nie daar was om een flank te dek. Sleen, jy lieg. Ek het vir jou ingestaan toe jy wou aanklaaf hulle waardigheid. As my woord is officier wat jou gered het, dan wat toe al verpes jy my. Hoekom? Het ek al verkeerd gedoen? En die is die daad van een lafaard. Jy die kans gesien om my te lijf te gaan nie, toe haal jy het op die meubels uit. En Julie? Jy verwijt my oor haar. Ek kry jou jammer as wat jy dink, Wally. Maar ek het haar nie van jou af weggevat nie, jy self het haar verstoot. Leef met jouself as jy kan. En jylle lewe lang, beskerm ek jou, help ek jou. En wat het ek vandag daarvan? Jy is 23. Vir een keer in jou leven kan jy jouself help, Walter. Ha, 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 ha,
En wat ben je nou eindelijk hier naartoe gekomen? Waarom toe anders moet ik gaan, hè? Je kan hier blij mee. Je is groot genoeg om te weten wat je doet. Ik heb geen sympathie met jou niet. Je gebruikt me eens of hulle wegsmijt varruke is, man. Voor wat heb je mijn vliegveld toegevat vanmiddag, hè? Voor wat? Om daar die ou meisiekie te gaan verneder. Weet je misschien wat ik gevoel? Nee. Je hebt nooit eerst daaraan gedink nie. Ek heb niks daarmee... Hoe lig nie, man? Walter, kom ik vertel jou iets. Na vanmiddag het ik hier in hierdie hotelkamer kom sit en dink oor alles. En het was niet lekker nie. Ik heb besluit ik gaan voorbegin. Ik heb een groot genoeg mors van ons tweese leven gemaakt tot nu toe. Jij moet met haar trouwen, hè? Wat wil jij? Moet ik jou helpen om haar terug te krijgen? Jij is kinderachtig, man. Jij hebt het ding gedoen en nou soek je met de plichtiges. Loop nou! Nou, wat doen van jij? Moet ik gaan, hè? Het raakt mij erg niet. Loop net! Ik had het niet vanzelf verwacht. Ik krijg jammer zien. Wees het jullie, ons is nog niet ouder gepraat. Maar als ons dingen nou uitgesorteerd is, en... Ik is 16 jaar ouder als jullie. Die ding zal net niet uitwerken. Waarom praat je zo? Ik praat van ons twee. Ik weet het, dat klinkt wel heel stupid, maar ik denk dat... Jos. Wat? Ik zou me je trouwens dat je bedoelt. Dit is een gever. Als ik nou nooit die kats gehad had, dan ben ik openbaar te verschijnen. Heb je net zoveel recht om hier te wezen als jij? Je hebt niet recht om op enige plek te wezen. Je is een soort insect wat de mens net op wil trappen als je hem ziet. Als ik Simon... Ach, kijk man! Oké, Wally, oké. Wat je net een dingetje zei. Als je weer wil vliegen, vlieg je niet samen met mij. Zoals je in die klap wil blijven, krijg je jou ander pilot.
Jullie twee zo veranderd van me. Aitza, wat zei je? Hoe kom breken we zijn uit borrel champagne zijn nek? Hé, hey, hé, hey, hey. Nu is kom. Dat is waar ik hoef. Kom. Als je maar weer bij mami moet gaan blijven, partner. Man het een mooie jong vrouw. Ja, dat is een sukkel, zo'n oude man met een mooie jong vrouw. Kijk, hey, laat me in of uit de trouw gaan, hè? Kom maar, wat zijn voor vrije praatjes in zitten? Ja, man, help! Hey, je kan later met die meisje praten, ons gaat met vlieg, man. Luister, Bel, ek het jou gesê, jy klim nie weer saam met my in die vliegtuig nie, so skram. Je breek en los je lopen. Met een paar seconden van de grond af. Zo kom het altijd zien. En als je nu problemen geeft, raak ontslaaf. Niet wacht. Oké, okay, kijk. Thank you.
Verrassend, Julie. Hij is Simon.
Als ik me zo graag geleerd heb. Dat is net 20 doen. Net 20. Ik weet, Simon. Kan je rustiger dan met u laten? Zo bij een keer proberen ze onze eigen schuld op je schouders van de heren te pakken, Simon. Iemand moet die schuld krijgen, zit niet. Je hebt niks meer over, niet, Simon. Net je herinneringen. Kom, we gaan naar je toe. Hier ga je niet hard zien raken. Er is te veel dingen van jullie twee samen. Zij was voor mij zoals haar eigen kind. Jullie boos of niet? Ik is eindelijk niemand niet. Het is nou voor de eerste keer dat ik rechtig vrij voel. Voor de eerste keer.